Dit is dus weer een nieuwe dag in het Kingdom Yennefer. Weer een dag dat er burgeroorlog is. En dat het gevaar van het zuiden er ook nog steeds is. En het wordt steeds moeilijker. Want en we hebben natuurlijk de burgeroorlog en het zuiden maakt zich ook klaar. En we hebben ook nog steeds die bosjesmannen, die een of andere tribe die ook nog eens een keer een gevaar voor ons vormt. Gelukkig zijn de bouwers wel steeds onze stad beter aan het maken en hebben we hier inmiddels al een mooie markt. Niet veel mensen te bekennen trouwens. Waar is de koninklijke wacht? Zullen we dan een vrije dag genomen hebben ofzo? In ieder geval, laat ik even deze computer tv-achtig ding uitzetten. Want jullie zijn natuurlijk naar een tv aan het kijken. Die natuurlijk in Entropia afgespeeld wordt. Want normaal kijken jullie misschien vooral Entropia. Of misschien kijken jullie ook wel veel van jullie Yennefer. Maar voor degenen die in ieder geval nog nooit Yennefer gezien hebben, is het natuurlijk even een, iets anders. Want normaal natuurlijk zien jullie op dit kanaal altijd. Ik pak eens even mijn settings aan. Is dit mijn settings? Ja, volgens mij wel. Normaal zien jullie natuurlijk altijd Entropia. Het Kingdom Entropia, de storyline op DDG. Maar wat ik nu ga doen op DDG is Yennefer Tours. Volgens mij staat hier nog helemaal niet goed. Even kijken. Ik ga Yennefer Tours maken. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik gewoon rond ga lopen in een bepaalde plek van Yennefer. En ja, ik jullie daar gewoon dingen ga laten zien. Dus nu ben ik in ieder geval bij de troonzaal, de grote troonzaal van Yennefer. En hier is de markt. Ik ben natuurlijk Shemal voor de mensen die het nog niet wisten. Koning Shemal natuurlijk in de Kingdom. En wat hoor ik allemaal? Jezus, wat is dat voor een lawaai? Nou, uit ermee. In ieder geval, ik ben dus nu in Yennefer. En ik ga jullie wat dingen laten zien. Ik ga even rondlopen in de hoofdstad. Dit is de hoofdstad dus. En hier zijn we ook wel eens een keer. Is David ook wel eens een keer geweest in een opname. Deze video's zullen niet roleplay zijn hoor. Alleen het begin. Maar ja, ik wil jullie gewoon even wat laten zien van Yennefer. Oké, nou in ieder geval. Als je vanaf hier loopt naar daar. Dan hebben we daar de poort. En daar kom je natuurlijk binnen. Nou, leuk. En dan heb je hier de kerk. En de kerk van binnen zijn natuurlijk voor de mensen die graag liedjes willen zingen. En dan kun je dat hier doen. In de kerk. En op dit item Yennefer Tours zal natuurlijk dus nu op DDG komen. Maar niet elke week, want er is namelijk iets veranderd. Normaal deed ik natuurlijk zaterdag het dilemma. Nou, niet elke zaterdag, omdat het soms niet lukte de afgelopen weken. Maar er komt dus gewoon een random Shemal item. Dus de ene keer kan het bijvoorbeeld zijn dat ik hier in Yennefer rondloop. Maar het kan ook de ene keer zijn dat ik gewoon weer een dilemma doe of een review of noem het maar op. Dus het is gewoon het item van Shemal en het kan van alles zijn. Nou, in ieder geval, hier ga je dus de poort binnen. En dan kom je namelijk in het koninkrijk van Yennefer. Eigenlijk moet het nog aangepast worden, want kijk, ik vind het nog niet echt een poort waarvan je denkt van wow, dit is echt een vette poort. Het is dat totaal niet. En nou ja, daar verderop heb je dus een ouderwets gebouw van Myrdia, want we zitten natuurlijk in Myrdia. Yennefer is natuurlijk weggehaald uit Yennefer waar het eerst zat door het zuiden toen in dat epische gevecht met David ook, die mij weg had gejaagd. Maar ja, we zitten dus nu in Myrdia waar ik oorspronkelijk in roleplay vandaan kom. Ik moet trouwens wat eten. Ik moet even eten gaan zoeken bij de chestroom. Maar we zijn dus hier in Myrdia, waar ik vroeger ook ben opgegroeid als koning Shemal als kind. Dat kun je ook in mijn eigen storyline zien, een item. Ik denk dat ik het aan het einde van dit item even een paar linkjes in beeld zet. En dat je dan door kunt klikken naar de bepaalde storyline wat er gebeurd is. Maar ik ben dus hier opgegroeid in Myrdia en ja, hier hebben we het helemaal opgebouwd weer. Ik ga even eten zoeken. En die ga ik ook meteen even laten zien. Ik ga niet zomaar even. Tenzij hier nog wat in zit, dat ik even vlug kan eten. Nee, ik heb echt geen eten. Nou, dan eet ik wel even wat rotten flesh. Rotten flesh. Oké, nou, onder de troonzaal zit er een chestroom. En dat is de grote chestroom van Falmar. Yennefer heeft namelijk allemaal provincies. Namelijk Falmar, dat is dan dit, het zandgebied. Maar hij heeft ook Rumas. Dat is een soort swampgebied. Met Hertog Cosmo. Dan hebben we ook Vistara. Dat is dan met sneeuw. En Hertog Timon.
En die, zijn dan, ja, die zonderen zich in de burgeroorlog die op dit moment in Genève is, zonderen zich die een beetje af van de rest. Timon is een beetje een dictator aan het worden, dus die moet echt wel binnenkort worden aangepakt. Kijk, ik hoop dat hier eten zit. Vaak haal ik het hier niet vandaan, maar dit is in ieder geval dus de grote chessroom en alles wordt ook automatisch weer bijgevuld. Dirt, daar heb ik allemaal niks aan. Come on! Hebben ze nou echt geen eten hier liggen? Wat slecht. Mijn slaven hebben slecht hun best gedaan. Nee, ligt hier echt geen... Oh, wel, daar ligt eten. Nice. Oké, dan gaan we dat even openen. Even kijken. Hupsakee. En dan neem ik gewoon even wat lekker eten mee. Nou, eten. Nou ja, dit is dus in ieder geval de chestroom. En we hebben natuurlijk naast Vistara hebben we ook nog Ignavia. Ignavia is ja een beetje, het is in een berggebied, maar zijn ook een beetje, is een heel gelovig volk, heel erg gelovig in de natuur. En ja, het is ook wel een interessant, nou dat hebben we ook nog een provincie en we hebben Kali. Nou ja, Kali is helemaal laatst in een aflevering kapot gegaan. Dus ja, ik weet niet of daar nog veel mee gedaan gaat worden, want ja, die is eigenlijk een beetje verslagen. Maar ja. Oké, ik ga weer omhoog. En dan ga ik even jullie een deel van de stad laten zien. Want het is natuurlijk heel groot. Genève, Valmar is super grote hoofdstad. Het is de grootste stad van de kingdom. Dus ik kan het echt niet helemaal gaan laten zien in deze aflevering. Dus wat ik ook aan jullie wil vragen is... Jullie kunnen namelijk laten weten in de comments wat ik ga laten zien in deze afleveringen. Als ik Genève Tours doe op mijn dag, kunnen jullie dat laten weten van... Hey, Shmal, ga dit doen. En dat doen. Even kijken, hoe ver staat mijn... ik ga even mijn chunks wat lager zetten, zodat ik meer kan lopen. Maar in ieder geval, jullie kunnen dus laten weten wat jullie willen zien. En jullie kunnen ook bijvoorbeeld zeggen van... Ja, nou, ik heb dus nu Valmar deel 1 gedaan. En ja, als jullie zeggen van... Ja, ik wil nog meer van de stad zien, dan kan het gewoon. Ik kan jullie gewoon alles laten zien. Nou, we lopen nu in ieder geval even naar het linker gedeelte naast de troonzaal. En hier ergens... Ja, daar zie je al een boom. Nou, dit zijn allemaal gewoon hele standaard huizen. Hier wonen wat inwoners en hier heb je een soort oase met een hele grote boom. Ja, het water mooi. Nou ja, wat je hier hebt is een smederij. Nou, hier worden dingen, wapens gemaakt en zo. Dus kun je hier doen. Daar heb je dus een wachttoren. Nou ja, dat wordt dus gewoon, daar zitten dan koninklijke wachters in en die verdedigen de boel daar. Ja, er zijn heel veel in Genève, zijn er heel veel huisjes waar mensen wonen en zo. Kijk, hier hebben we het huis van Reaper nog, hoor. Dat is wel heel lang geleden. Even kijken, oude inwoners wonen er nog. Even kijken hoor. Hier is de markt. Ja, de markt is hier. Ja, die is niet zo heel speciaal. Dat is ook best wel ouderwets al. Die hebben we al best wel een tijd. Maar dit is in ieder geval de markt. Wat ik trouwens kan doen, is gewoon mijn Empire Wand gebruiken. Ik kan gewoon soms even mijn Empire Wand zo gebruiken om een beetje toch te kunnen springen. Nou, dit is dus de markt. Hier hebben we een fontein. En hier hebben we het grote ambassade-ruilgebouw. Nou ja, wat je hier hebt, is dus de ambassadegebied. Gaan we zo naartoe. Maar wat je hier hebt, is het grote gebouw. Eigenlijk het handelscentrum heb je hier van Valmar. Dus hier komen allemaal provincies. En ja, hier gaan we dingen... deals maken en zo. En hier ook, ja, hier komen niet echt andere landen van het zuiden, want daar hebben we alleen maar oorlog mee. Maar hier gebeurt dat allemaal. Even kijken, en dan hebben we daar dus het ambassadegebied. En ambassade wil dus inhouden dat ja, mensen zijn van andere provincies van ons, die hier zaken doen, die hier het contact goed willen houden. Al gaat het niet heel goed, want we hebben nu natuurlijk burgeroorlog. Maar hier is een kamp, en in dit kamp, daar zitten allemaal... Ja, eigenlijk een beetje mensen van andere provincies die hier graag ja, willen blijven. Die hier graag in Valmar veilig willen zitten. Aangezien het op dit moment niet echt veilig is in andere provincies. En Valmar is natuurlijk een stad wat vrijwel veilig is. Aangezien hier de koning zit, ik natuurlijk. Dus dan lopen er best wel veel koninklijke wachters rond. Even kijken, dan gaan we weer even springen. En dan hebben we hier het Vistara... Ja, dit is Vistara volgens mij, hoor. Vistara. Ja, dit is het Vistara grondgebied. Grondgebied van Hertog Timon. En als je dan kijkt, lopen we hier en dan verwacht je eigenlijk van... Ja, daar zit dan iemand die aardig van dienst is. Maar dan staat hier... Gesloten op last van Hertog Timon. Niet betreden.
ambassade Vistara. Gesloten dus. Gesloten. En dat betekent dus, ja, de burgeroorlog is bezig. Nou, hier heb je dus het ambassade van Kali. Nou, Kali is vrijwel kapot. Dat hebben jullie ook misschien in een aflevering gezien. Dat het kapot is gemaakt door Vistara. Is aangevallen. En hier hebben we de ambassade van Ignavia. Nou, Ignavia, ik zei al van, die zijn nogal met de natuur. En dat zie je dus ook een beetje aan dit gebouw. Want het is nogal inheems. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ja, het is gewoon een beetje natuurachtig en primitief. Hier heb je het grote gebouw van Yennava. Dus dit is, Yennava Falmar dan. We openen. En hier zit dus de ambassadegasten daarvan. Welke hebben we dan nog? Oh ja, dan hebben we natuurlijk Roemas nog. Die zit hier. Die hebben altijd een mooi tuintje erbij. En dan hebben we hier de ambassade van Roemas. Nou, dat is dus het ambassadegebied. En dan hebben we hiernaast, daar vlieg ik ook hem even in. Nou ja, spring eigenlijk. Hebben we hier de martelplaats. En hier zijn, hier worden criminelen worden vermoord eigenlijk. Door ons, wij in Yennava zijn best wel streng daarmee. En ook een voormalige hertog is hier eigenlijk gewoon doodgemaakt. Eigenlijk, ja. Oké, dus dit is eigenlijk de guillotine. Dat is hier. En ik zit dan hier heel bruut met mijn troon. Ik zit hier te kijken. Nou ja, wat je hier meteen ziet is het oude gedeelte van Falmar. Want we waren hiermee begonnen toen we op Miria aankwamen. We kwamen hier aan bij de kust. En hier stond Leon op ons te wachten. Die nog best wel vriendelijk was, maar dat is inmiddels best wel een vijand geworden. Eigenlijk een van de grootste vijanden van Yennava, van Falmar. Die heeft namelijk een Empire Wand en die helpt nogal Vistara in de burgeroorlog. En ik ga daar binnenkort tegen vechten in mijn storyline, dus dat gaat wat worden. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. De vliegende boot. Nou, we hebben hier dus een boot en dit is het oude gedeelte van Falmar. Dus wat ik dan ga doen, is deze aflevering even doorlopen door het oude gedeelte van Falmar. En dan kunnen jullie gewoon in de comments laten weten, willen jullie meer zien van het nieuwe gedeelte van Falmar? Of willen jullie een andere provincie zien als Roemas, Ignavia, Vistara of Kali, wat helemaal kapot is? Dat kunnen jullie gewoon laten weten en dan ga ik dat doen. Nou, hier is dus het havengebied. We hebben verschillende havens in Falmar. Hier kom je dan aan met de boot en hier zitten allemaal huisjes en daar is nog een wachttoren in de verte. Hier heb ik eens een keer Milan gespot. Koning Milan was hier bezig met Dion de Spion. En hier is ook nog ergens een restaurantje waar ik regelmatig zit met Mike. Kijk hoor. Ja, restaurant El Locos zit hier. En dan hebben we hier een lekkere gegrilde botervis. El Mikey dat in loco pollo. Kip, Meridiaanse steak, vegetarische wortelschotel. Nou ja, we hebben alles. Lekker. Nou, dat kun je dus hier doen. We gaan even verder. En dan heb je allemaal nog huisjes natuurlijk. En dan hebben we hier de oude arena. Want we hebben ook nog in het nieuwe gedeelte een nieuwe arena. Ziet er veel beter uit trouwens. Wat je wel merkt is dat hier in het oude gedeelte van Falmar. Ja, alles is veel minder mooi nog. Dat was echt nog van het. Ja, toen hadden we nog niet zo heel veel echt topbouwers. Maar alles is gewoon mooier geworden natuurlijk in het nieuwe gedeelte. Maar hier is in ieder geval de arena. Dus de oude arena. En hier werden ook gevechten gehouden. Nice, bloed. This is the Breakaway Live Trial Version. The best sounding low latency audio processor in the world, period. Incoming transmission. We hope you're enjoying the demo. For more information, visit PlaysonEdwards.com. PlaysonEdwards.com. Wegwezen. Oké, nou, vlug zijn. Dit is het geval van binnen de oude troonzaal. Ik ben weer weg. Daar is de bibliotheek. De bibliotheek met de geschriften van Yennava zit nog hier. En we hebben nog een bibliotheek, maar dit is de oude bibliotheek. Maar zoals je ziet, dat is best wel oud. Zie je? De geschriften zijn verhuisd naar een nieuwe locatie, Raadgever Dennis. Dus ja, je ziet echt aan deze bibliotheek dat het verouderd is. Dat overal spinnenwebben liggen. Dus de geschriften van Yennava liggen ook in het nieuwe gedeelte. Ik heb jullie nog niet laten zien, maar dat kan dus als jullie dat willen in een volgende aflevering. Nou, hier een hele zeil. En dit is het eigenlijk wel. We hebben daar nog een bank trouwens. Die is overvallen laatst. Maar wordt ook niet echt meer gebruikt daardoor. Want je ziet hier namelijk een gat in de bank. En die is door bandieten overvallen. Dus we gebruiken deze bank niet meer. Er moet eigenlijk een nieuwe bank gemaakt worden. Kijk, zoals je ziet. Je kunt hier naar binnen. Kapot! Kapot! Maar dit is eigenlijk het oude gedeelte van Yennava. Ik heb jullie in ieder geval het oude gedeelte van de stad laten zien. De markt even
en de troonzaal natuurlijk. Ik hoop dat jullie dit een leuk item vinden. Misschien volgende week is dit item er weer, maar misschien kan het ook een dilemma zijn of een review, noem het maar op. Het is gewoon een item van Jamal en ik verras jullie gewoon. Maar in ieder geval, jullie kunnen dus laten weten in de comments wat jullie de volgende keer willen laten zien. Bedankt voor het kijken. Like vooral ook even deze video. Ik denk dat we toch wel wat likes moeten kunnen halen, toch? Ik bedoel, misschien 1000 likes of zo? Zo wel leuk is, toch? Dan ga ik gewoon volgende keer doen wat jullie willen. Wat jullie gewoon willen zien. Volg me ook even op Twitter, @superjamal. Kijk ook even mijn eigen kanaal. NL Game Minecraft voor Minecraft en NL Game Reviews voor andere items. Klik even op de items hierna, want je ziet hier een beeld. En dan kun je gewoon klikken naar een video, een random video van mijn storyline. En dan een beetje meer van je NAVA. Want Entropia is super vet, maar je NAVA ook. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En doei!